Ja, ga er maar even rustig voor zitten. Ja, want we hebben zoveel te bespreken. Ja, want het zijn roerige tijden in B&B Vol Liefdeland. Ja, we gaan gelijk naar, ja, want we hebben haast. We gaan gelijk naar Griekenland. Want daar zit Sitaki, zoals wij weten. En Sitaki, die stuurde eerst... Popeye, die had uit zichzelf bedacht, ik ga weg. En daar had hij gelijk in. Want ineens was Sitaki helemaal in die gozer met dat staartje in aardstaartjes. Ja. Aardstaartjes, onze dansfiguur, die vond ze helemaal geweldig. En zij kreeg, zoals ik al gezegd heb, last van haar Griekse gleuf. Nou, in ieder geval, zij achter die aardstaartjes aan, komt daar een drummer binnen, ene Martin. Ja, leuk Amsterdamse accentje. En Martin, die, ja, dat vond ze helemaal niks gelijk. Nee, Sitaki dacht, oh, helemaal niks met die drummer. Maar intussen zit ze ook aan die tafel met aardstaartjes. En ze denkt, ik zei het al, het is een ui. Die aardstaartjes is een ui. En dat zag zij ineens ook een beetje. En toen kreeg zij enorm veel last van een stil verlangen naar Popeye. En ze ging bellen. En ze zegt, ja, Popeye, alsjeblieft, kom weer terug. En daar kwam onze Jan weer aan. Nou, daar ging hij hoor. En nu zit ze weer met Popeye. En nou weet ze het even niet meer. Nou, ze weet het eigenlijk wel. Want die aardstaartjes is natuurlijk volkomen kansloos. Popeye kan rustig in zijn boekje blijven lezen. En dat wordt natuurlijk de grote winnaar. Schakelen wij heel snel door naar Frankrijk, naar onze Thijs, naar Pas du Tout. En Pas du Tout, die was helemaal blij met Yvonne, weet je, die actrice, Monique van der Ven. Dus Pas du Tout en Monique van der Ven, dat was helemaal happy. En hij dartelde en huppelde als een hele blije, vrolijke, verliefde man op een roze wolk en was helemaal gelukkig met zijn Monique van der Ven. Maar wat gebeurt er? Pas du Tout, die ging naar bed en die krijgt ineens in zijn hoofd, zijn brein, verandert in een doolhof. Ja, en krijgt een internationale vastloper. En 's morgens vroeg staat hij op met een depressief gezicht en zegt, ik zie het eigenlijk niet meer zitten tussen ons. Haha, ja. Nou vrienden, dan ben je goed in de war hoor. Ja. Dan ben je goed in de war. Ja, terwijl hij, want hij kijkt haar aan. Hij kijkt naar zijn toekomstige geluk. Want er is geen vrouw bijna die het waarschijnlijk met hem volhoudt. En die daar zou willen leven. En deze Monique wil het een kans geven. Nou, hij zou gewoon en vast en nooit meer weg, hek omheen. Maar nee. En nu duwt hij haar weg. Oh. Wat een verwarde figuren hebben we toch in de B&B Vol Liefde. Schakelen wij weer heel snel door naar Spanje. Ja, naar de kasteelheer. Naar Lomp. Ja, onze Albert. En Lomp, dat was een paar dagen geleden het meest gênante gesprek ooit gezien. Ja, weet je nog, met die Sandra, met Daar komt de bruid. Zat hij daar aan de tafel met Daar komt de bruid. En wat een verhaal zeg. Hij kent haar ongeveer een seconde of 30 en dan stuurde haar al weg. Ja, Lomp, ja. Hij deed zijn naam weer alle eer aan. En daarna, ja, zo'nzelfde gesprek met massage met Monique. Ja, zo van, ja, ik weet het niet. Ik ben volgens mij een beetje verliefd op Rolls Joyce. En nou weet ik het niet meer. En hij wist het niet meer. En daar kwam weer de onvermijdelijke Debbie waar niemand op zit te wachten. Hou eens een keer die Debbie weg bij ons.
komt Debbie weer. En, maar goed, onze lomp wist het niet meer. Maar kijk, massage, die is veel te leuk voor hem. Ja, massage, die moet zorgen dat ze heel ver weg blijft bij lomp. Ja, laat hij maar gewoon gaan met die Rolls Joyce. Want lomp en Rolls Joyce, die zijn beide even vervelend. Ja, dus die verdienen elkaar. Schakelen wij snel door naar Schotland, want daar zit Doedelzak nog steeds op de kat uit de boom te kijken. Ja, hij zit daar met zijn Susannetje. En daar kwam ineens ene Esther binnen. En Esther heel erg aanwezig en babbel de babbel. En Esther noemen we even Kijk mij eens. Ja, want zo'n type is het. Ja, Kijk mij eens. En Kijk mij eens, die heeft weinig kans. Nee, dat gaat niet gebeuren met Doedelzak. Die kent dat type en die heeft daar geen zin in. Nee, maar hij vindt die Suus, zeg maar, advocaatje leef je nog, die vindt hij lollig. Maar, advocaatje, leef je nog? Die loopt maar de hele tijd van, ja, twijfel. Die, potverdorie nog aan toe. Advocaatje, leef je nog? Je moet eens even goed naar mij luisteren. Jij gaat hem heel snel bij zijn kop pakken. Je gaat hem een ongelofelijke tongzoen geven, ja. En je tegelijkertijd, hap, pak je hem bij zijn ballen. En klaar. En dan heb je hem.